Een hoogoplopend conflict tussen Nederland en Turkije. Nederland is racistisch en agressief richting de Turkse gemeenschap. In Den Haag vinden ze die uitlatingen vanuit Turkije niet kunnen. Verder in het nieuws vandaag. En nu moet dus wat minder opkomen voor de daders en is wat meer opkomen voor de slachtoffers. En een zwarte lijst voor verzorgers en verplegers die stelen of mishandelen. Goedenavond. Nederland en Turkije stevenen af op een snoeihard diplomatiek conflict. Op de website van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken staat een ongemeen felle beschuldiging aan het adres van Den Haag. De aanpak van de integratie is agressief en racistisch. Het kabinet reageert al even stellig. Ankara moet zich niet bemoeien met het integratiebeleid. Hier begon het mee. Een verklaring namens de Turkse regering. Nederland is agressief en racistisch richting de Turkse gemeenschap, staat er. En dat is onacceptabel. Asscher zet daar vandaag zijn eigen woorden tegenover. Als het waar is, dan vind ik die aantijging een voorbeeld van ongeïnformeerd, onjuist en ook ongepast bemoeien met wat hier in het democratisch debat door een democratisch gekozen regering gebeurt. En ook minister Koenders wil niets weten van de Turkse kritiek. Als dat iets zou zijn wat gaat in de richting van dat de Nederlandse overheid discrimineert, ja, dan hebben we wel wat werk te verrichten. Hij wil daarom zo snel mogelijk met Turkije in gesprek. Praat erover met Ron Vreese in Den Haag en Lucas Waagmeester in Istanbul. Lucas, om met jou te beginnen, waar komt die Turkse boosheid nou plotseling vandaan? Nou, die verklaring heeft één groot voordeel, dat is dat hij bijzonder fel van toon is. En daarmee die vraag eigenlijk heel helder beantwoord. Ik zal je een citaat geven. Turkse Nederlanders worden blootgesteld aan discriminatie, islamofobie en racisme. En dat mogen we niet accepteren. Nou, wat heeft Nederland dan volgens de Turken verkeerd gedaan? Die twee recente onderzoeken naar Turken in Nederland worden heel nadrukkelijk genoemd in die verklaring. En het feit dat minister Asscher extra onderzoek instelt de komende jaren naar vier Turkse organisaties in Nederland. De Turkse regering zegt dat zijn hele plotselinge aanvallen tegen Nederlanders met een Turkse achtergrond. En ze zijn daarover, zeggen ze, compleet verrast. Ja, Ron, we hoorden net al wat geluiden uit Den Haag. Hoe schadelijk vinden ze het in Den Haag voor de verhoudingen? Schadelijk, dat is wat je hier hoort. Er wordt wel bijgezegd, die verhoudingen met Turkije zijn zo diep geworteld, die kunnen wel een stootje hebben. Maar wat politici vooral dwars zit, is de woordkeuze van Turkije. Dat Nederland uitgemaakt wordt voor racist, racistisch beleid voert. Dat vinden ze echt te ver gaan. Op zich vindt men het prima dat Turkije zich bemoeit met discussies hier. Want dat doet Nederland andersom ook. Hè. Als het gaat om de mensenrechten of de man-vrouw verhoudingen in Turkije. Dat is het probleem niet. Maar men vindt met het betitelen van Nederland als racist dat Turkije echt te ver gaat. En dus wordt er opheldering gevraagd. Ja, en minister Asscher had het net over ongepaste inmenging. Inmenging waarin precies? Inmenging in het debat over de integratie. Wat je ziet is eigenlijk wat men hier als voorbeeld ziet, is de lange arm. Turkije gebruikt nu de lange arm om Turkse Nederlanders hier te beïnvloeden in hoe zij over dat integratiedebat moeten denken. En men wil ze dus beïnvloeden. Men wil eigenlijk de Turkse Nederlanders een beetje opzetten tegen het beleid hier in Nederland, wat erop gericht is om Turkse Nederlanders hier te houden en te integreren. En Turkije, zo denkt men hier, probeert dit soort acties uit te voeren om ze juist op te zetten tegen Nederland. Ja. Lucas, hoe schadelijk is dit nou echt voor de verhouding tussen Nederland en Turkije? Nou, we weten van bronnen binnen de Turkse regering dat zij de afgelopen weken de discussie in Nederland heel erg nauwgezet in de gaten hebben gehouden. En ze zeiden steeds tegen ons, wij reageren niet, want dit is een volstrekt Nederlandse aangelegenheid. We doen dat bewust niet. En je ziet dus vandaag dat ze toch desondanks plotseling wel zo emotioneel reageren. Echt een reactie vanuit de onderbuik, hè, kun je zeggen. Dat toont wel aan dat het toch heel erg diep zit bij de Turken. En je ziet, als je Turkije beticht van bemoeienis, van een lange arm, ja, dan raak je ze kennelijk heel erg diep. Nou, de reactie in Den Haag, die is dus, je ziet dat daar juist wordt gereageerd van, nou, dit toont wel aan. Dit is juist zo'n verklaring, dat is juist die lange arm, dat is juist die bemoeienis waar we het over hebben. Dus het conflict, kun je zeggen, verdiept en verhardt zich vandaag alleen maar. Een nieuw conflict, kun je eigenlijk zeggen, een nieuw diplomatiek conflict dat hier vandaag toch wordt geboren. Okay. Dank jullie wel. Ron, ik kom straks nog bij jou terug.
Want in de Tweede Kamer was er ook nog een harde aanvaring tussen de PVV en andere fracties. In een debat over integratie gebruikte PVV-Kamerlid De Graaf zijn volledige spreektijd voor maar één onderwerp. Redenen waarom Nederland volgens hem beter af zou zijn zonder islam en zonder moslims. Zonder islam zou Nederland een prachtig land zijn. Nederland moet worden gede-islamiseerd. Alle moskeeën moeten worden gesloten. De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur wordt via immigratie en via de baarmoeder om zeep geholpen. Als het puntje bij het paaltje komt en wat hij echt aan wil, dan moet hij ook ballen tonen en moet hij nu roepen dat hij die mensen dan bijvoorbeeld het land uit wil hebben. Ja, ik moet er een beetje om lachen. Mevrouw Schouten heeft niet geluisterd. Net zoals mevrouw Schouten ben ik echt een beetje onwel geworden van de uitspraken over de baarmoeder en de eigenlijk indirecte aanval op alle kindjes. Oh ja, ja. Nederlandse kindjes. Ja, heel zielig. Dat is hele gevaarlijke en in en in trieste politiek. Ik heb geen enkel kind dat net geboren is als schuldige aangewezen. En ik vind het een zeer smerige insinuatie. Begrijp ik het nou goed dat je in Nederland straks de vrijheid hebt om alles te geloven, behalve om moslim te zijn? En inderdaad, wij willen geen islam in Nederland. Wij willen geen islam in Nederland, dat is mijn antwoord. Ron, waarom liep dit debat nou zo uit de hand? Dat zit hem vooral in de emoties, in de toon en in de gekozen woorden. We zien natuurlijk vaker dit soort harde aanvaringen tussen de PVV en andere partijen. Maar de andere partijen vonden dat de PVV vandaag weer een stapje verder ging. Weer een schepje erbovenop deed toen ze het hadden over alle islam in Nederland uit. We worden overspoeld met allemaal kinderen die Mohammed heten. Alle moskeeën moesten dicht. Op dat punt is de PVV trouwens wat opgeschoven. Want in het verkiezingsprogramma stond nog alleen dat er geen nieuwe moskeeën bij mochten komen. Nu is het alle moskeeën moeten dicht. Andere partijen vinden dus dat de PVV vandaag in het debat een grens is overgegaan. PVV zegt zelf, ja, hoezo, wij vinden dit en we mogen dit zeggen, ook in het parlement. Feit is dat, je zag het ook, de voorzitter niet ingreep. Maar wat er wel gaat gebeuren is dat er dit weer aanleiding is voor een debat over, ja, moet je wel zo met elkaar in het parlement, in de Tweede Kamer, omgaan. Ron, vanuit Den Haag, dank je. Gaan we naar Amerika. Van New York tot Los Angeles, van Seattle tot Chicago. In tientallen Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan uit woede over het besluit van een onderzoeksjury dat een blanke agent niet vervolgd hoeft te worden voor het doodschieten van een ongewapende zwarte jongen in Ferguson. Protesten gaan al lang niet meer alleen over zijn dood, maar over de zwarte bevolking die zich achtergesteld voelt. En in die sfeer verscheen die agent op wie alle woede zich richt gisteravond op de Amerikaanse tv. Is there anything you could have done differently that would have prevented that killing from taking place? No. Nothing? No. And you're absolutely convinced when you look through your heart and your mind that if Michael Brown were white, this would have gone down in exactly the same way? Yes. No question? No question. Something you think that will always haunt you? I don't think it's a haunting. It's always going to be something that happened. You have a very clean conscience. The reason I have a clean conscience is because I know I did my job right. Geen twijfel dus bij die agent. Ondanks alle opwinding, ondanks alle protesten. Ook in Ferguson zelf waren weer demonstraties, maar lang niet zo gewelddadig als de nacht ervoor. Nacht 2 in Ferguson. De sfeer is nog altijd grimmig. I can no longer go to where I want to go in my community. I can no longer step out of my home without feeling endangered. But I did come out to this protest tonight because I wanted to make a point. As a matter of fact, someone told me not to come out. I said no, I need to go out and make a point. I brought this flag with me because I wanted to make a point. I wanted to let people remember where they came from and how united we really are. De avond vordert. De spanning neemt toe. Maar de politie heeft weinig geduld met de demonstranten. Dan slaat de vlam in de pan. Return to your vehicles.
Voor de politie is het dan genoeg geweest. Op dit moment zegt de politie dat er een samenscholingsverbod is en dat eigenlijk iedereen naar huis moet gaan. Iedereen die dat niet doet, journalisten inclusief, die worden gearresteerd. En dan wordt het weer rustig in Ferguson, maar de woede die blijft. Verslag van Arjen van der Horst. En dan twee recente dramatische ongelukken. Twee grootouders en een kleinkind doodgereden in het Limburgse Meijel. En twee meisjes van 18 doodgereden in het Brabantse Kaam. Maar is de straf voor de chauffeurs wel streng genoeg? Nabestaanden zijn heel boos, zij vinden van niet. De Raad voor de Rechtspraak vraagt begrip juist voor de rechters. 25 oktober vorig jaar, een dronken automobilist rijdt in het Brabantse Kaam twee meisjes van 18 dood. De rechter bepaalt gisteren dat de verdachte zijn rijbewijs voorlopig mag terugkrijgen om zijn terminaal zieke vrouw te kunnen bezoeken. Schande, zegt de vereniging verkeersslachtoffers. Een verkeersslachtoffer, dat is gewoon, zo'n leven is kennelijk niks waard voor de rechterlijke macht. Daar kom je met een taakstrafje vanaf. Dat is de reactie van veel familieleden van verkeersslachtoffers. Ja. En die mensen die begrijpen het niet. Het is vooral het niet begrijpen, het totale vertrouwen in onze rechtelijke macht kwijtraken, dat de boventoon voert. Afgelopen vrijdag, de vader van een 2-jarig meisje, slachtoffer bij een ander verkeersongeluk, gaat door het lint als de rechter, alles overwegende, de dader alleen een taakstraf oplegt. Maar ja, rechters die moeten uiteindelijk een zakelijke afweging maken. En het is dan soms heel moeilijk om in een zakelijke afweging uiteindelijk ook met de juiste emotie te communiceren. Vindt u dat die nabestaanden overdrijven? Nee, dat vind ik niet. Ik heb heel veel begrip voor de nabestaanden. Ik probeer alleen ook een klein beetje begrip voor de rechter te wekken, die die emoties heel erg goed begrijpt, maar tegelijkertijd aangesteld is om zakelijke afwegingen te maken. U moet zich eens gaan inleven in de emoties van die mensen, in de gevoelens van die mensen. En u moet dus wat minder opkomen voor de daders en eens wat meer opkomen voor de slachtoffers. En daar meer begrip voor tonen. En dat moet tot uitdrukking komen in uw uitspraken. De Raad voor de Rechtspraak biedt rechters trouwens al een paar jaar een cursus aan, waarin ze leren hun vonnis beter uit te leggen aan slachtoffers van verkeersslachtoffers. Er is van alles geprobeerd, maar niks lijkt te werken. Hoe krijgen we de Europese economie weer aan de praat? Groei en daarmee welvaart voor de Europeanen. Dat is het doel van de kersverse voorzitter van de Europese Commissie, Juncker. En daarom presenteerde hij vanochtend zijn plannen voor een investeringsfonds. Want Europa moet weer meedoen in de wereld. Investing in Europe, it means much more than figures, projects, money, rules. It's about people. Mainly about those amongst our citizens who are unemployed. We need to send a message to the people of Europe and to the rest of the world. Europe is back in business. Economische groei en banen. Juncker wil dat bereiken met zwaar geschut, een geheel nieuw investeringsfonds. Een enorm bedrag, 315 miljard euro, grotendeels afkomstig van investeerders, moet de economie een impuls geven. Dat is hard nodig, want de Europese economie doet het iets beter, maar veel is het niet. De economie van Europa groeit dit jaar met maar 1,3%. En dat steekt schril af bij China en de VS. Amerikanen en de Aziaten sprinten dus bij ons weg. Dat is niet de bedoeling en daarom wil Juncker investeerders verleiden om hun geld in Europa uit te geven. Een nieuw investeringsfonds. Daarin moet 21 miljard aan Europees geld komen. En dat zou vertrouwen moeten wekken en investeerders zover moeten krijgen om ook geld in te leggen. En zo hoopt Juncker wordt die zak uiteindelijk vele malen groter. En met al die miljarden kun je dan projecten betalen die groei en banen opleveren. Correspondent Arjan Noorlanden in Straatsburg. Arjan, wat Juncker wil, dat is een soort sneeuwbaleffect bewerkstelligen. Ja, want 300 miljard euro, het lijkt een enorm bedrag, maar het is lang niet genoeg om de economie van Europa er weer echt bovenop te helpen. Daar is misschien wel 1000 miljard voor nodig. Dus, zegt de commissie, ze pretenderen niet
dat ze de problemen echt kunnen oplossen, maar ze kunnen wel een klein zetje geven. De bodem van de crisis is bereikt, we veren weer iets op. En om dat te stimuleren, zegt de commissie, trekken wij nu dat geld uit. 20 miljard euro belastinggeld van de Europese belastingbetaler. En dat geven ze als garanties op investeringen. En dan hopen ze op die manier bijna 300 miljard euro van beleggers, van pensioenfondsen los te krijgen. Om weer geld te stoppen in de economie van Europa. Of dat allemaal gaat lukken, moeten we afwachten. Die investeerders hebben weinig vertrouwen gehad de afgelopen jaren in Europa. Maar ze gaan het wel proberen. Ja, en ze hopen dus dat het werkt. Maar gaat het werken? Is het realistisch? Nou, dat geld is misschien wel bij elkaar te krijgen. Experts zeggen dat dat best wel kan. Maar het is in ieder geval niet genoeg om ons er helemaal bovenop te helpen. En het lost ook eigenlijk de echte problemen van Europa niet op. Want Europa is een moe uitgestreden economie, vol met regels, vol met afspraken die allemaal eigenlijk vernieuwd, gemoderniseerd moeten worden. Op arbeidsgebied, op pensioengebied, mensen moeten langer en harder werken. En het is heel lastig in Europa om die afspraken met 28 landen echt te maken. Maar dat is wel nodig, want dan worden de echte problemen pas opgelost. En dat zijn eigenlijk de taken waar Juncker en de rest van de commissie de komende jaren echt voor staat. Maar we moeten misschien op de dag dat het plan is gepresenteerd daar niet te cynisch over zijn. 300 miljard euro is meer dan een klein zetje. En wie weet helpt het en gaat de economie in Europa eindelijk een keer echt groeien. Arjan vanuit Straatsburg, dank je. Pluimveebedrijven die schade hebben geleden door het vervoersverbod krijgen geld uit het pluimveefonds. Ze krijgen niet alles terug, maar wel een vergoeding voor alle eieren en kuikens die in de eerste 10 dagen verloren zijn gegaan. We hebben samen met de mensen uit de pluimveesector afgesproken dat er een schadevergoeding komt voor broederijen en vermeerderaars. Dit deel van de sector wordt ook hard getroffen door een ingrijpend besluit van de overheid. En dat willen we ten dele compenseren. Twee leiders van de Alkmaarse afdeling van motorclub Bandidos zijn gearresteerd. Ze zouden een lid hebben afgeperst omdat hij uit de motorclub wilde stappen. We hebben huiszoekingen gedaan in het clubhuis in Heerengewaard. Maar ook bij de verdachte thuis in Heemskerk en Heerengewaard. En we hebben ook nog zoekingen gedaan in een aantal garageboxen in Beverwijk. En wat leverde dat op? Dat heeft ons opgeleverd een aantal computers en ook telefoons. Die hebben we in beslag genomen en die gaan we onderzoeken of we daar die aanwijzingen op kunnen vinden. De motorclub richtte in maart dit jaar een afdeling op in Alkmaar en ook in Sittard. Wie oud en afhankelijk is, wil veilig zijn, moet veilig zijn. En daarom is er een zwarte lijst ingesteld voor criminele zorgmedewerkers. Personeel dat zich misdraagt, dat komt op die lijst en krijgt voorlopig geen werk meer in de zorg. Het gaat vooral om verplegenden en verzorgenden die stelen en mishandelen. Zorg zijn werk, een werkgeversvereniging, heeft het bedacht. Instellingen die meedoen krijgen een keurmerk en toegang tot het register, waarin ze kunnen opzoeken of een sollicitant onlangs is betrapt op crimineel gedrag. In de praktijk zijn vooral hulpbehoevende bejaarden regelmatig het slachtoffer. Vroeger was het probleem dat vaak niet werd geloofd dat ouderen werden mishandeld of bestolen, maar dat is intussen toch wel algemeen bekend. Daders worden ook steeds vaker betrapt en ontslagen. Maar nu is het probleem dat zulke kwaadwilligen dan dikwijls binnen de kortste keren weer ergens anders aan de slag gaan. De Haagse zorgorganisatie Cardia heeft zich meteen bij het initiatief aangesloten. Ze hebben er onlangs nog met het probleem te maken gehad. Ja, helaas, we hebben inderdaad te maken gehad met een nieuw medewerker die aangenomen werd. In de proeftijd werd herkend door een vrijwilliger die bij ons rondliep. Zij werkte ook in het huis waar mijn moeder verblijft en is daar ontslagen op staande voet vanwege diefstal. En dat wist u niet? En dat wisten wij niet. Volgens particuliere recherchebureaus die vaak te hulp worden geroepen, neemt het aantal diefstallen sterk toe. Van wisselgeld tot sigaretten, van stoomstrijkijzers tot zijden japonnen, van precisieuurwerken tot parelsnoeren. Meestal slaat zo'n foute verzorgende toe wanneer de bejaarde in de badkamer is of een ommetje maakt. Het gaat om 1-3% van de medewerkers, maar dat is heel veel. In de tak van sport waar wij ons op richten, dus die gehandicaptenzorg en die ouderenzorg, daar werken 700.000 mensen met 600.000 vrijwilligers. Dat is ruim 1,3 miljoen mensen. 1% daarvan is 13.000 mensen die dat meerdere keren doen. Dan heb je het al, als dat 4 keer doen, over 50.000 slachtoffers per jaar. Er is een vertrouwensrelatie, je hebt de hulp nodig. En vervolgens blijkt dat iemand niet te vertrouwen is geweest, op welke manier dan ook. En dat raakt mensen en daar liggen mensen wakker van. De zwarte lijst is bestemd voor zorginstellingen en voor thuiszorg. Ja, fijn die lage benzineprijs, maar als het aan de olieproducerende landen ligt, komt er snel een einde aan dat feestje. En wel morgen. Dan komt in Wenen namelijk de OPEC bijeen. Het
het kartel van olielanden. Een aantal van die landen begint in paniek te raken. Ze willen afspraken maken om de prijs op te drijven. Autoloze zondagen in de jaren 70. Die waren het gevolg van een olieboycott van de OPEC. Het Westen kreeg geen olie meer vanwege steun aan Israël. Die macht heeft het kartel niet meer. Nu kost het al moeite om de olieprijs op peil te houden, die behoorlijk laag staat. 2 jaar geleden kostte een liter benzine ongeveer 1,90. Nou, moet je nu eens kijken, bijna 20 cent lager. Hoe kan dat? Nog nooit stond de olieprijs zo laag de afgelopen 4 jaar. Dat komt omdat de Nederlandse economie, maar eigenlijk de hele wereldeconomie, gewoon niet zo lekker lopen. Daardoor is er minder vraag naar olie, terwijl het aanbod toeneemt. Dat komt vooral door de Amerikanen. De Verenigde Staten zijn een relatief nieuwe speler. Goed voor bijna 14% van alle olie wereldwijd. Daarnaast is niet OPEC-land Rusland belangrijk. Dat produceert 12%. De OPEC zelf bestaat uit 12 landen. Samen leveren ze ruim 1/3 van alle olie ter wereld. Donderdag willen ze afspraken maken over het beperken van de productie. Om zo de prijs op te drijven. Volgens oud-Shell-topman Jeroen van der Veer zijn het alle kleine olielandjes die willen dat oliegigant Saoedi-Arabië minder gaat oppompen. De Saoedi's voelen daar niks voor. Ze produceren nu al een stuk onder hun maximumcapaciteit. En ze hebben dus als het ware heel veel extra capaciteit gebouwd. En die zegt, die staat daar maar te verrempten. We hebben dat allemaal gebouwd, terwijl jullie niks doen. En dat geeft geen opbrengsten voor ons. En ze zeggen, dat vinden wij, als het ware, niet eerlijk. Al weken wordt achter de schermen getrokken aan Saoedi-Arabië. Morgen moet de ontknoping volgen. Voor landen als Rusland en Venezuela wordt het dan heel spannend. De olieprijs staat nu ietsje onder de $80 per vat. Voor Iran is dat veel te weinig. Het heeft een olieprijs nodig van $136 per vat om de economie draaiende te houden. De begroting van Venezuela klopt pas bij een olieprijs van $120. Rusland vaart wel bij $100 per vat. Iedere dollar minder kost president Poetin miljarden op zijn begroting. Dan gaat het gerucht rond de OPEC dat de Amerikanen en de Saoedi's zouden samenspannen om de olieprijs laag te houden, zodat de Russen daar last van hebben. Allemaal om Poetin te straffen voor zijn optreden in Oekraïne. Wat maakt u van zo'n verhaal? Ik vind het een prachtige complottheorie, maar ik denk dat het echte onzin is. Waarom is het onzin? Nou, die markten zijn veel te groot en zo werkt ook niet de internationale politiek. Van der Veer waagt zich niet aan een voorspelling, maar hij weet wel dat als de OPEC-landen eruit komen morgen, dat we dat gaan voelen aan de pomp. Als het kartel, als de mensen zich aan de afspraken in het kartel zouden houden, dat is natuurlijk de grote vraag altijd, hebben ze absoluut de sleutel tot de olieprijs in handen. En dan naar China. Daar hebben ze een enorme economische groei gehad de afgelopen jaren. Maar toch kunnen 400 miljoen Chinezen geen gebruik maken van een bank of van andere financiële diensten. Koningin Maxima is als speciale VN-gezant in China om het daarover te hebben, om er wat aan te doen. Vandaag was ze in een arme provincie ten zuidwesten van Peking. Ja, hoor. Zou ik al wat vervallen, man? Van wat meer eten wordt iedereen gelukkiger. Dat geldt ook voor Zhang en haar gezin. Vorig jaar kon ze met een kleine lening een paar schapen kopen. Eindelijk, zegt ze. Banken willen een onderpand voor een lening. En dat hebben veel mensen in deze arme regio niet. Hun huizen zijn simpelweg te weinig waard. Een armoedebestrijdingsorganisatie voorziet ze nu wel van leningen als ze die met meerdere mensen in het dorp aanvragen. Koningin Maxima bezocht vandaag het kleine buurtwinkeltje waar Zhang op het idee kwam een lening aan te vragen voor haar schapen. Het nieuwe inkomen heeft ervoor gezorgd dat het gezin nieuwe dromen voor de toekomst kon maken. Koningin Maxima krijgt niet het armoedige huisje te zien van de familie Zhang. Ze wordt meegenomen naar een grote geitenschuur, niet eens een schapenschuur. Terwijl dit toch een verhaal is over armoede. Die armoede waar koningin Maxima juist aandacht voor wil vragen. Om dat op te lossen door mensen meer toegang te geven tot financiële instellingen.
We hebben een hele grote bevolking hier in China, dus dat betekent 400 miljoen mensen die nog financiële diensten moeten krijgen. Wat is er nodig? Nieuwe soorten innovatieve vormen van financiële diensten. Dus ik denk dat e-commerce en digital finance, daar is heel veel belofte aan. What is the term that you got this credit for? Koningin Maxima bezocht ook nog een typisch Chinese tomatenkas. Maar morgen vliegt ze naar het invloedrijke internetbedrijf Alibaba. Omdat ze vooral grote toekomst ziet in digitale oplossingen als mobiel bankieren. Thank you, sir. Thank you. Ja. En dan het weer, Peter. Ja, dat ziet er rustig uit, maar het gaat echt koud worden. Ja, Rob, die winter die komt er heel voorzichtig een beetje aan. Vandaag was het al een beetje kil. Morgen en overmorgen dan ligt de temperatuur zelfs nog ietsje hoger. Dat zien we hier op deze 10-daagse verwachting. Maar vanaf zaterdag dan gaat de temperatuur echt wat omlaag. En dan gaan we heel voorzichtig een beetje richting de winter. Met overdag temperaturen van zo'n 2, 3, 4 graden. En we krijgen een aantal nachten met lichte vorst. Op de weerkaart van Europa kan ik een heel klein beetje laten zien hoe dat precies komt. Er ligt hier een heel groot hoge drukgebied in Rusland, daar is het op dit moment koud. En hier ligt een lage drukgebied op de Atlantische Oceaan. Nou, wat er de komende dagen gaat gebeuren, is dat dit lage drukgebied richting Spanje gaat afzakken. En deze lijnen die op dit moment aangeven dat de wind uit het zuidoosten komt, die gaan kantelen. En uiteindelijk maakt dat de weg vrij voor lucht, koude lucht uit Rusland naar onze omgeving toe met een oostenwind. Ja, het gaat dus echt wat kouder worden de komende dagen. Morgen nog niet, dan is het wat bewolkt. En dan is de temperatuur nog ietsje hoger dan vandaag. Goed, een beetje regen hadden we vandaag. Die buien die trokken over, liggen nu boven het midden van het land. De komende uren trekken die naar het noorden, maar ook daar achteraan komt hier en daar nog wat motregen voor. Verder dus bewolkt, in het noorden 3 graden en in het zuiden een temperatuur van een graad of 6 als minimum. Nou, morgen dan stroomt er tijdelijk wat zachtere lucht het land binnen, maar dat bereikt het noorden niet. Daar wordt het maar zo'n 6 graden, een beetje kil en grijs met motregen. In het zuiden daar wordt het zo'n 10 of 11 graden, helemaal aan het eind van de dag misschien nog een enkele opklaring. Nou goed, en dan, zoals beloofd, die stap richting de winter. Dat gaat vanaf zaterdag gebeuren. Niet met sneeuw of allerlei winterse ongemakken, maar het wordt juist droog en heel zonnig. Ja, met overdag dus temperaturen net boven nul en een aantal nachten met lichte vorst. Tot zover dit NOS-journaal met als belangrijkste nieuws. Turkije beschuldigt Nederland van racisme. Als het waar is, die aantijging, een voorbeeld van ongeïnformeerd, onjuist en ook ongepast. Meer nieuws ook daarover om 10 uur in Nieuwsuur op 2. Ik wens u een mooie avond.